Hoe mooi is mijn haar? Is dat enig? Mama gaat je vermoorden. Gelijk, zeg maar. Leuk hoor, die plek. Wat ben jij van mama? Je bent mijn? Alles. Alles. En hoeveel hou ik van jou? Zoveel. Zoveel. Welkom weer bij onze nieuwste vlog. We gaan heel veel leuke dingen doen, want wij gaan naar de lancering van D-Skin. We zijn heel veel onderweg deze vlog en we gaan ook nog eens naar Amsterdamse Zomer samen. Wij laten samen een tattoo zetten. Een tatoeage. Yes. En ik breng onder andere Livia naar school en heel veel dagelijkse dingen die we doen. Dus. En alvast een sneak peek van Lima, haar allereerste verjaardag. Ja, zo. Ik wilde even zeggen dat ik inmiddels ben ingestapt en wij zijn al een tijd onderweg, want alles is opgebroken hier in Amsterdam. Echt dat je naar links gaat, dan nog er niet in. Nee. Wat is dit nou? Ja, we zijn nu op de laatste event en wel echt ruim op tijd zijn weggegaan. We waren er eigenlijk apart. Alles is opgebroken. Maar goed. We hebben een event van Delia. Ze heeft een nieuwe skincare voor kindjes. Ik ben echt heel erg benieuwd. Die er als, allemaal zijn en of het lekker ruikt. Ik denk dat het gewoon echt een neutrale geur is, aangezien ze altijd wel van parabeen 5 is. Oh, maar hij gaat ook. Oh nee. Ik moet daar erin. Dat zou niet mogen. Nee. Nou, we zijn er eindelijk. We hebben het gekomen. Hoe leuk. Gaat dus een nieuwe babylijn starten. Nu mist ooit balm en shampoo, maar niet heel zitten die 40 weken zwanger zijn. Waar is ze? Hier. Ja, dat komt bij hier zo. Ongeveer. Ja. En ik weet dat hier mami's zijn die net bevallen zijn. En ik weet dat het sowieso moeilijk is om je kindjes achter te laten. En of je nou moeder bent of ondernemer bent, ik vind het echt heel erg fijn dat jullie de tijd hebben met mij om hier te zijn. Want ik weet hoe druk jullie allemaal zijn. Dus dank jullie wel daarvoor. Voor een baby moeten we het niet moeilijk maken, vooral niet voor de mami's. Dus vandaar hebben we drie producten die we vandaag lanceren. En alle drie uniek op zichzelf, zich dus richten op je buurvrouw. Wij beginnen met een vlog met iets heel leuks, namelijk de lancering van D-Skin Baby. En als je denkt, what is that? Wij kennen dat eerst eigenlijk ook niet, maar wij kennen Delia wel. Ja. Door het dragen van Reiners. En zij lanceren nu dus D-Skin Baby, dus een babyproducten helemaal ontwikkeld door Delia zelf en haar team. Ja, een olie, een shampoo en een, ja, ze noemen het een nappy balm. En die nappy balm is echt magic. Ik heb hem nu echt op de blauwe plekjes van Livia gesmeerd voor krasjes. Of als ze allergie hebben, eczeem, et cetera, kan je hem allemaal voor gebruiken. Ik heb hem zelfs bij Jime gebruikt en het is nu ook veel minder rood. Oh echt? Ja. Nou, eerlijk gezegd heb ik er nog nooit eerder bij stilgestaan. Want ik gebruikte allemaal andere producten van de baby's. En ik heb nooit research gedaan naar die ingrediënten. Maar op een babyhuidje is het namelijk heel erg dun. Dus dat ja, het neemt natuurlijk op, dus je moet heel goed oppassen wat je wel en niet smeert. En dat had ik echt. Maar je hebt ook heel veel massa met roxy huidje gehad natuurlijk. Ja. Dus nooit een vlekje of iets. Nee. Bij Jimin is het heel veel eczeem. Dus ik heb eigenlijk altijd wel dingetjes of antibiotica voor Livia moeten gebruiken. Dat is wel waar. En dan is dit echt veel beter en gezonder natuurlijk als een antibiotica kuur voor waar weer hormoonzalf in zit. Dus het was een super leuk geregeld. Alles was wit met hele mooie bloemen. Het was in Amsterdam. Mensen. Ja, alleen het was mega omweg, want er was een straat afgezet en in de straat waar het event was, wisten ze zelf natuurlijk niet, was ook nog eens een hijskraan aan het verhuizen. Dus we hebben echt, denk ik al een half uur over gegaan om een plekje te vinden, het uiteindelijk wel voor de deur. Dus. En gelukkig had iedereen er last van, want ze zouden eigenlijk stipt op een tijd beginnen, maar iedereen was zo eigenlijk een plek aan het zoeken, want in die buurt was gewoon geen plek te vinden. Dat ze gelukkig op iedereen hebben gewacht, dus het was super leuk. Heerlijk relaxed kon je eten, terwijl er werd uitgelegd wat er allemaal wat voor producten het zijn en waar het goed voor was. En je kreeg natuurlijk aan het einde van de dag ook de producten mee om uit te testen. En ik moet zeggen, ik ben er ook echt ook fan van de olie. Vind ik dan lekker voor roxy huidje naar het badje.
En het absorbeert dus weer heel snel. En het plakt niet. Niet. Dus geen sponsor. Maar we zijn gewoon heel tevreden als we iets gebruiken. En dat willen we jullie ook gewoon laten weten. Ja. En we hebben heel veel leuke mensen weer ontmoet op Delia de Event. Wat al rijden gedragen, maar die we nooit in het echt hebben gezien. Dus ja, dat is heel wel leuk. Grappig. Ja. Oké, okay, het is 7:15. Want ik ga nu naar de kapper. Dat is echt nodig. Hoewel er nog steeds een slag in zit na 8 dagen. Of 9 dagen. 10 dagen. Wow. Dus ik heb mijn haar 10 dagen niet gewassen. Dat laat ik altijd bij de kapper doen. Ik laat altijd feunen. Nu is het wel iets langer. Normaal ook altijd een week. Want we gaan vandaag tatoeëren. En we bedoel ik en Marietje. En we gaan het Reiners logo zetten. Finally, after 8 years. Hoe leuk. Want Marietje is niet zwanger en we wilden het samen. En het is niet dat het nog vreselijk zit. Er zit nog steeds een slag in. Niet zo mooi als het eerst wordt gedaan. Dat doe ik bij de ambiance. Dus ik ga jullie meenemen in vandaag een dagje kapper, tatoeëren. Dan naar huis. Boyfriend, kind, werk. En hier zit de kapper. Da-da-da-da. Hoe mooi is mijn haar? Helemaal ready. Oké, okay, even een moment voor de hair. Dit is toch insane. En bij mij blijft dit dus echt een week tot... Nou, de eerste 5 dagen is top. Daar doe ik het meer vast, maar die slag blijft. En natuurlijk als het regent, dan bedek ik het. En als het wind is, doe ik het in een klem. Nooit in een elastiek. Dus dat is eigenlijk de tip van mij. Zo, it's been a while. Hallo, welkom weer bij onze nieuwe vlog. Ik heb net Livia afgezet op Peutje Speelzaaltje. Lima is hier bij me. Lima! Hallo! En we gaan vandaag iets heel leuks doen, Sjoel en ik. Want we gaan een nieuwe tatoeage nemen. We gaan een leuk filmpje voor jullie vandaag. Oh, er komt nu echt zo'n boormachine aan. Er kwam zo erg een boormachine dat ik denk nu dat je me beter hoort. We gaan namelijk een Reiners tatoeage zetten vandaag. Zo leuk. En ik wil ook beide meisjes hun naam op mijn lichaam hebben. Waar weet ik nog niet, Livia en Lima. En het liefst wil ik ook nog love in mijn nek. Maar ik heb geen idee hoeveel tijd we hebben en hoe lang het gaat duren om ons kopje neer te zetten. Dus ik neem jullie vandaag mee in onze vlog. Oh. Lima gaat zo lekker slapen. Oh jeetje. En Lima wordt ook alweer bijna 1. Het is nu dinsdag. En zaterdag vieren we nu haar eerste verjaardag. Ik ga ook alles filmen voor jullie. En natuurlijk niet te vergeten, draag ook de Reiners collectie. Wat nu in de sale is. Met 50%. Oh, hoe leuk. De Onitop en de Reiners jeans. Zo, ik ben altijd van het organiseren. Sjoel nooit. Die waarschijnlijk moet ontbeten als hij naar mij toe komt. Ik heb broodjes gemaakt voor Sjoel. Wit broodje met geurs en mayo. Chili, hoe je mond is. Hou eens op. En voor mij een volkoren brood met kipfilet. En ik heb ook nog een paar shorties gekocht. En we gaan dus een Reiners logootje zetten. Ja, Sjoel wil liever het woord en ik wil het kopje. Maar ik vind het leuk, ik ga even draaien. Denk ik hier op de achterkant. Ik wacht nu op Sjoel. Ik ben alvast even begin van de straat gekomen. Dan kan ze meteen doorrijden. En ik heb haar outfit ook mee. Reiners tasje en ook de Onitop in het roze. Want we gaan dus een tattoo zetten, allebei Reiners. We wilden een twinningfoto maken. Dus ik heb de Onitop in het blauw aan, de shoe in het roze. En de Reiners jeans. En ze is leed. Ze heeft haar haar gefeund en nu zijn we denk ik te laat. Dus ik ben wachten. Zo! Are you not nervous? Nee. Oh, ik wel. Ik weet nog wat te wachten staat. Jij, sorry. Jij daarin tegen. Je hebt een klein mini mini tatoeagetje nog. Ja, die ik heel erg pijnlijk vond al. Nee, wat gaan we vandaag doen, Marie-Lene? Een tatoe zetten van Reiners. Mijn lipliner gaat ook helemaal top. Niet eens. Dan heb je ergens die lipstick dat hier eerst gegooid. Ja, sorry, ik heb daar veel die eerst gegooid. Reiners kopje zetten. Dit is echt leuk. Waar gaan we het doen? Met de achterkant van de arm. Ja? Ja. Vind je het leuk in je nek? Achterkant nek? Nee. Echt niet? No. No. Nou, ik doe maar een beetje met elkaar op, want het heeft geen zin. Okay. Ik ben blij dat die piercing zo goed hield, hè, by the way. Onwijs blij. Ik vind het zo leuk. Ik kan nergens blijven hangen natuurlijk. Nee. Oh, dus dat is natuurlijk helemaal niet slim wat ik aan het doen ben.
Ja, ik ben wel, maar ik vind het gewoon heel pijn doen. Ik vond dit al hel. En ik wil het in mijn nek en ik wil hier. Nou, dat is volgens mij echt de top pijnlijkste plek ever. Nou, ja. Volgens mij is dit wel een pijnlijke plek. Maar het zijn hele kleine woordjes. Ja, dus gelukkig niet dat ze Priscilla heet. Zeet of geen, Gabriella. Weet ik veel, een hele lange naam. Nee. Lima 4, Livia 5. Oh, begin ik met gewoon de ergste. Ja. Ja. Ik ben alleen even twijfel over het lettertype. Je hebt een jasje aan, dat is top. Ja, dat heb ik expres gedaan. Oh, ja. Ik vind het wel een leuk lettertype als je het zo ziet. Ik vind Lely L niet. Ik bedoel eigenlijk Liva. Liva. Livia. Lettertype. Ja, dat vind ik ook echt één. Ja, dat ga ik doen. En dat is ook Mike's lettertype. Eigenlijk had ik even gisteren aan Mike moeten vragen, had hij digitaal al. Ja. Nu het lipstick ziet er niet zo mooi uit in deze camera. Voor jou wel. Het is wel zo heel roze. Ik? Warm. We wachten op de brug. En het is volgens mij ook echt totaal niet dender op in de vlog te doen. Dus zeg helemaal niks. Nee, oké. Skip dit maar. Ik vind het gewoon te zenuwachtig om iets te zeggen. We love. Waar zijn wij, Jill? Nee. Heb je niet zenuwachtig? Ja, maar jij zit al helemaal op, naar onder. Jij weet wat ik het is. Ik zit al helemaal onder. Spannend. Ik zit al helemaal onder. Nou, die lucht geeft je altijd van jou. Maar je ziet jou ook nooit. Ja, ik vind het wel mooi. En nu ook weer niet. Nee, nee, ik zie het nooit. Hoe leuk is deze Oddy top? Kijk, ik bedoel deze. En de broek. En we hebben dezelfde schoenen aan. Oké, verschillende opties qua groottes. We denken, ja, Jules vindt het allemaal niet zo erg, maar ik denk dat het wel kleinere wil. Jules vindt het. Jij vindt het toch niet zo spannend, zei je? Spannend. Okay. En spannend. Ik ga Livia en Lima op mijn handen doen. Een beetje een bot. Badden! Voordat je denkt dat knip zijn vreselijk. Een bot zwaar, moeilijk. En dit heeft Mike voor mij geschreven. Op mijn jasje. En hij weet nog helemaal niet dat hij het gaat gebruiken. Nee, oké. Kan ik het beter bij jou even plakken? Ja, ik vind het groot zat hoor. Misschien ook nog kleiner. Ja. Ik vind het wel klein hoor. Zullen we het opplakken of we gaan opplakken? Ja, ik vind het enig. Gek genoeg vind ik dat. Ja, leuk. En dan hier inderdaad Lima. En komt Rocket ook aan de andere kant een bel. Ja. Ene. Deze, zo zit hij wel zo goed als gelijk, zeg maar. Ik vind het leuk hoor, die plek. Het ligt natuurlijk aan hoe je draait. Het leuke is dat je hem aan de zijkant ziet. Niet. Dat vind ik belangrijk, dat je het voorziet. Het is echt een paar jaar de achterkant, zeg maar. Ja, eens. Vind het leuk hoor. Hij is wel groot, hè? Ja, ik vind het misschien ook wel groot. Dit is de kleinste nog, zeg maar. Ja. Te groot? Dat weet ik. Oké, daar gaan we. Oké, maar die gaat door voor de derde. Niet bewegen. Hoe mooi. Oké, we hebben toch besloten om ons kopje hier zo te doen. Hoe schattig. En Marie heeft opeens veel plekjes. Maar zijn deze opvallender hoor. Dan wat? Dan je arm? Nee joh. Dan je hand? Wow. Zeker niet. En dan zie je ook in de net. Ja, die zie je zelf. Nee. Maar het wordt straks allemaal heel nog veel lichter. Maar het is er heel mooi gedaan al. Iets van bewegen. We hadden hem eerst daar geplakt. Maar we vonden hem toch niet echt een heel leuk gek plekje. Ik weet niet. Niet voor ons kopje in ieder geval. Nee. Ze hebben nu hier. Maar ook vinden we wel niet. Oké, we hebben toch besloten om ons kopje hier zo te doen. Hoe schattig. En Marie heeft opeens veel plekjes. Maar zijn deze opvallender hoor. Dan wat? Dan je arm? Nee joh. Dan je hand? Wow. Zeker niet. En dan zie je ook in haar net. Ja, die zie je zelf. Maar het wordt straks allemaal heel nog veel lichter, maar het is er heel mooi gedaan al. Iets van bewegen. Ja. We hadden hem eerst daar geplakt.
Maar we vonden hem toch niet echt een heel leuk gek plekje. Ik weet niet. Niet voor ons kopje in ieder geval. Nee. Ze hebben nu hier. Maar vinden we dat niet. Oké, okay, wij zitten in de auto weer op de weg naar huis. En we hebben heel enig ons reinershoofdje laten zitten. En dat als we de handen naast elkaar doen, dat ze naar elkaar toe kijken. Dus het was echt heel leuk. En Marie die heeft gewoon 4 nieuwe tatoeages. Die heeft er 2 op haar handen aan de zijkant. En dan 1 op de palm zoals ik. Ik heb alleen deze gezet. Kijk hoe lief. 2 reinerskoppies. En Marie heeft dan nog heel mooi Livia aan deze zijkant staan. En aan de andere kant heeft ze Lima staan. En dan nog heel mooi laf in haar nek. En het wordt allemaal heel fijntjes, want het moet nog allemaal helen. En ik had al dit bij Robin Kaas gezet. Dus dat is het schattige raketje voor Rocket. Met sterretjes en een zonnetje. En dan heb ik hier nog een extra ster. Oh, mijn nagels. Daar. Pretty. En die blauwe puntjes, daar wilde ik misschien nog allemaal andere sterretjes. Maar heb ik nu even gelaten. Ik ga eventjes uitvogelen. We hebben ook iets heel leuks gedaan in deze vlog. Ik was er echt helemaal nerveus van. Tattoos! Tattoos. Tatoeages. Ik kreeg natuurlijk al heel veel vragen op Instagram. Bij wie, wat, hoe, wanneer en waar. En hoeveel tatoeages we nou daadwerkelijk hebben. En dat hebben we allemaal beloofd om in onze vlog te beantwoorden. Dus hierbij. Here we go. Ik ben natuurlijk alleen maar zwanger geweest de laatste tijd aan borstvoeding. En Sjoel ook. We moeten rechts zien van tijd. Ja. Dus we konden nog niet samen een tatoeage zetten. En we wilden eigenlijk al heel lang ons reinerskopje. Omdat het natuurlijk altijd ons eerste kindje is. En we vinden het logootje gewoon het enige. Het moet ook een beetje aan onze oma denken. Alleen toen jij zwanger was en ik het graag wilde zetten, zei jij, hell no, dat ga je niet zetten zonder mij. Nee, dat wilde ik niet. Dus toen hebben we eigenlijk een tijdje gewacht. En toen gaf je natuurlijk Lima nog borstvoeding. Ja. Toen ben je met, ja, ik geef nog steeds borstvoeding. Alleen ik heb hierna afgekocht. En ook zo minimaal. Je geeft daarna gewoon 2 flesjes. Ja, ik heb en echt een heel mini kopje gezet. Dus in dat opzicht is het niet erg, maar anders moet je gewoon afkolven en dan tot het eruit is. Ik weet even niet hoeveel. Nee, 1 keer. Ik weet even niet hoeveel uur. Ja, voor zo'n kleintje is dat volgens mij 1 keer afkolven. En dan is het voldoende. Ja. Maar goed, dat hebben we dus samen gedaan. We zetten eigenlijk al onze tatoeages bij Robin Karels. Ja, dat is ook een vriend van mij. Ja. Daarom, maar ook omdat hij gewoon heel goed is in fine line. Ja. En als je dol bent op fine line, ja, ik ben helemaal dol op fine line. Voornamelijk bij vrouwen vind ik het echt geweldig. Ook bij mannen hoor, maar bij vrouwen vind ik het echt geweldig. Eigenlijk ook iedereen die wij kennen. Gewoon gaaf, wat erg. Ik heb wel gewoon goed geslapen. Eigenlijk iedereen die wij kennen, wil eigenlijk ook allemaal fine line tatoeages, maar weten niet echt de goede geschikte artiesten voor. Nee. Dus dan moet je echt naar Robin Karels. Ja. Nou, hoeveel tatoeages hebben wij nu? Jij hebt er op 1 dag 4 gezet. Ja, dus wel hele kleintjes. Dat maakt jou totaal van 5 tatoeages. Nou, laten we maar even zien. Nou, we beginnen niet eerst met het reinerskopje samen. Ja. Nou, hoe enig is dit? Ze kijken dus naar elkaar toe. En we willen het eigenlijk heel erg klein. Op onze hand. We hadden eerst deze plek. Ik heb het nog steeds niet af kunnen wassen. Ik ben al in bad geweest. Oh, dus iets inkt. Ja, ik maar die ook. Plek was dus niet echt wat voor. Oh, hij is hier weg nu. Oh nee, ja, hij is hier nog heel licht. Ik zag het dus bij iemand anders en die had een tekst. Ik vond die plek heel mooi. Maar een kopje is dan toch echt heel anders. Het leek meer op een plakplaatje. Ja, het was dus gewoon niet. Het was gewoon. Het was mooi, maar niet voor ons. Het is gewoon heel gek. Ja, dus dit is het uiteindelijk geworden. Echt een heel klein. Ja, Robin zal denken van. Maar ik vind het heel schattig. We zijn heel blij dat hij die wil zetten, zo klein ook. Ja. En ik wilde al heel lang sinds Cara Delevingne dit al had. Nou, dat is echt denk ik 10 jaar geleden. Ik ook. Wilde ik al tatoeages op mijn handen. En ik durfde het nooit. Het mocht ook nooit van mijn moeder. Nog steeds niet. Maar nu dacht ik, ik woon niet meer thuis. En nu kan ik het gewoon zonder haar doen. Kijk, en hier staat dus Livia. Nou, kijk hoe recht is het. En heel grappig, maar ik had ooit mijn jasje beschilderd. En ik heb dus eigenlijk dit lettertype. Kreeg ik heel veel de vraag van, hoe heet het lettertype? Nou, dat is speciaal Mike's gemaakt. Het is Mike's handschrift. En de puntjes zijn dan hartjes, omdat ik dat wel heel erg leuk vond. Omdat het Livia Love heet. En Livia en Lima heet natuurlijk ook Love. En nou, hier staat Lima. I love it. Ik vind het zo het mooiste. Zo, ja. My girls, ik ben er echt zo blij mee. En dan krijgen we ook de vraag, wat nou als je nog meer kinderen krijgt, vinden we wel een ander plekje. Gewoon eronder of hier. Of dan en ik wilde al heel lang, Hailey Bieber heeft deze ook plek, niks Lover staan. Ik vond dat een hele mooie plek en ik heb eigenlijk Love van gemaakt. Mijn hele leven wil ik eigenlijk alles met love, 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 love. Love. Iedereen wordt er gek van. Eén vreugde, één liefdebonk. Ja, dus ik heb hier Love. Ik weet niet of je het, kan je het zo goed zien? Ik zie het niet. Ja, zo zie je het wel goed. En het wordt nu, is het nu wat zwarter, maar het wordt natuurlijk iets lichter. Ik wilde iets lichter van kleur. Dus het is straks helemaal mooi in mijn huid geblend. En ik ben zeker nog niet klaar. En wat wij samen ook nog hebben is de RJM. En dat van Romee, Julie Marie. Maar wat ik dus ook heel vaak nu krijg te horen is Rocket Julie Mike. Ja, dat kan of Reinders bij Julie Marie. Oh!
Maar goed, die is dus voor Romeinen. We was drie met zussen. Ja. En we willen ook nog al onze drie kindjes nog samen zetten. Een sterretje, hartje en een roosje. Nee, daar ben ik dus van af. Ja, ben jij er van af? Ja, ik heb voor Rocket al... Dus ik moet ook gewoon die sterretjes doen voor Rock. En een roosje voor Bel. Ja, dat denk ik. Ik vind gewoon een los roosje wil ik dat te leren. Ja, we willen nog wel voor onze andere kindjes nog iets op ons zetten. Andere kindjes, ja. Vast. Maar ik heb in totaal, even om terug te komen, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 tatoeages. En bij Robin Kaals heb je ook iets op je vinger gezet, hè? Ja, dus ik laat ze aan jullie zien. Ik heb hier een ster getatoeëerd. Want ik heb hier dus Rocket. Een rocket met sterretjes. En dan heb ik een zonnetje met een sterretje. En ik vond het eigenlijk dat het ophield. En nu loopt het zeg maar mooi door. Van mijn pols naar mijn vinger. Nou, dan heb ik ook het kopje zoals Marie. Ja. Ik heb in de binnenkant van mijn vinger heb ik My Mike staan. Yes. En dan heb ik mijn allermooiste tatoeage, vind ik Stinky. Ja, dit is echt het allermooiste ever. Dit is nu 2 jaar geleden gezet, precies. Ja. En hij is nog steeds even mooi als toen hij werd gezet. En dan heb ik heel groot op mijn rug Medusa. Moet je heel laten zien? Groot. Nou, ik wil die aan jullie laten zien. Je ziet hem dus bijna nooit, want hij is precies op het plekje waar je nooit ziet met kleding. Maar kijk, dit is Julie als Medusa en die heeft Mike ontworpen, getekend. Dat vond ze heel mooi. En met slangen. En nu krijg ik wel heel veel mensen die mij, hoe noem je dat? Jouw gezicht? Nee, maar dat je jezelf heel erg leuk vindt. Ik zeg dat ook weer. Dat woord op jezelf. Nou, ik kom niet op jullie snappen, ik bedoel. Tuurlijk, ik heb een gezicht van mezelf getatoeëerd. Ja. Maar wel met de reden, ik ben echt fan van de Griekse mythologie. Ja. En Versace natuurlijk ook. Maar Versace die heeft een logo gebruikt van nog een godin. Ja. God. Medusa. Medusa. Dit is geen Medusa, het is meer, ja, intussen, het lijkt erop. Maar Mike heeft er dus Medusa van gemaakt, omdat ik die zo geweldig vind. En daarom heb ik die eigenlijk getatoeëerd. Ik had hem eerst getekend op een hele mooie jas van mij. En toen dacht ik, oké, dat moet ik hebben. En voor de rest, qua tatoeage wil ik nog mijn hele rug vol. Ja, jij had 2 panters. Tijgers. Dat wilde ik dus niet zeggen. Maar goed, weet je niet wat voor panters? Ja, oké. Ik wil nog 2 panters op mijn rug, aan de onderkant van mijn rug. En dan voor de rest zouden er nog overal echt wel kleine tatoeages bij komen. Maar niet groter. Ik houd van alleen van klein. Ik wil hier nog een yin-yangetje. Vind ik echt nog enig op mijn knokkel. Wel aan de andere kant dan, denk ik. Ja. En ik wil nog heel veel dingetjes. Dus dat was echt super leuk om te zetten, moet ik zeggen. Ja. En de volgende keer dat we daarheen gaan is denk ik met Lisje. Ja, eind juli. Toch? Eind juli, want die wil ook graag haar kindje ernaam tatoeëren. Ja. Dus hartstikke leuk. Dus dat was echt leuk om te doen. Maar dat is inderdaad wel verslavend. Iedereen zegt van het is verslavend, dacht ik, is onzin. Maar het is toch wel echt heel erg leuk. Ja, dat is net als piercings. En ik vind ook tatoeage op betekenis vind ik altijd zo leuk. Ja, ik hou ervan. Ja, maar ook zonder betekenis vind ik leuk. Nee, ik niet. Nou. Nee. En verder in deze week... Zo, Lisje gaat naar school toe. Hé, Livia? Ja. Vind je dat leuk? Ja. Leuke school, hè? Ja. Ja. Alle kindjes. Alle kindjes. Wat ben jij van mama? Je bent mijn? Alles. Alles. Hoeveel hou ik van jou? Zoveel. Zoveel. Wordt zo groot. Wie is er bijna jarig? Lima. Lima. Dan gaat mama hierna even werken? Ja. Oké. Okay. Eet je. Ja, het is echt niet normaal hoe snel de tijd gaat. Kijk hoe groot je wordt, Livia. Ja. Je bent zo'n groot meisje, hè? Ja. Ja. Mijn t-shirt zit onder de tandpasta. Olivia, heel fijn. Nieuwe collectie heb ik wel aan. En we gaan niet maar de verjaardag vieren dit weekend, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Marie en ik zijn... Hé, we zijn zelf geweest. Ik ben daar nu pas achter. Wow, kom je er achter, Sarah? Dit is echt allemaal kwark. Wat heb je gedaan dan? Ja, Lima ging met op school kwark eten. Dat is geen goed idee. Oh, nou, in ieder geval, we hebben dus hetzelfde aan. Dat zie ik dus echt niet pas hoe het stond. Nee, ja. We hebben voor de lunch hebben we nu watermeloen, avocado, komkommer, uitje, feta en een beetje olijfolie. Munt. Gorder. En we zijn op kantoor, want we gaan... we zijn nu op kantoor, sorry. De vlog aan het editen en we hadden net een paar afspraken. Yes. En we gaan straks naar de Amsterdamse zomer. Ja. Maar niet wat al 7 en 8 juli is. Première staat er. Maar een soort van première op een boot. Van 7 tot 9. Dat is echt perfect timing voor mij. Mijn vroege vogels. Dus ik ga met Marie, want normaal gaat Marie niet mee, want die vindt het niks avond. Maar dit is precies voor mij helemaal net op het randje. En dan ga ik even een outfit uitkiezen wat we aan gaan doen. Nou, voor vanavond. Dus ik ga het weg, maar ik wil anders. Nee, ik kan niet. Nee, je kan niet.
komt er iets aan. Nee, je kan. Ik moet alleen zijn, we slaan me los. Ik ken er niet anders. Kan me vertellen wat je van me maakt. Kan ik trust je? Ik ken jou voor je best, maar kan ik judge je? Waar ik zo van hou, ik ben zo vol gek om jou. Ja, 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 ja. Hey, hey, baby, ooh, ha, I wanna know. Nee, ik wilde zeggen dat we heel veel in de auto zitten, want na COVID zijn we gewoon weer eigenlijk back to normal life en worden we wel heel veel uitgenodigd door events. Dus het zijn hier iets andere vlogs dan alleen maar thuis zitten met de kindjes, maar ook gewoon heel veel leuke events. Ja, en we gaan natuurlijk niet naar elk event, maar wat we leuk vinden gaan we wel heen. Wat we ook een heel leuk event vonden was Amsterdamse zomer. Ja. Het was op een boot, echt heel Amsterdams dus. Echt de Jordaan. De boot heette toch ook de Jordaan? De Jordaan. Mrs. Jordaan. We wisten niet zo goed wat we ervan moesten verwachten, want we zagen in het begin niet heel veel bekenden. Nee. Maar toen kwamen wel bekenden aan die we kenden. Shahid met Samantha en Shanna en Farid hadden we nooit op persoon. Die hadden we nooit ontmoet, maar Shanna kennen is een iets beter vriendinnetje van Marie dan van mij. Ja. Dus toen we hun zagen, het wordt een gezellige avond. Maar ik moet zeggen, als groep hebben we het onwijs gezellig gehad. Ja, de Amsterdamse zomer had een soort première geregeld dan op de boot. Voor influencers op de boot met hele lekkere hapjes. Echt hele Nederlandse talige muziek. Alvast een beetje om in de sfeer te komen voor de grote concerten. En daar zijn we aan het einde, dat is wel ook leuk van de boot, ook voor uitgenodigd. Ja, voor volgende week. Voor de Amsterdamse zomer, voor de zomer. Dus dat was gewoon heel erg leuk. Alleen nog even kijken hoe we gaan. Ja. Zo, Lima is morgen jarig. En ik laat nog even mijn nagels fixen in rainbow thema. Ze zijn nu zo. Ik jarig lekker bij mij thuis. Hi, hi. Dus ik hou jullie even op de hoogte van het proces. Zo, mijn nagels zijn nu zo. En nu gaan we fles milliker doen in leuke pasteltintjes. En we beginnen met blue. Helemaal leuk. Hoe dit? Like mijn t-shirt. Ja, het is echt dezelfde kleur. Beeld op mijn nagels zijn. Helemaal in de pasteltinten voor morgen, Lima, de verjaardag. Love it. Thanks, babe. Freddy, alsjeblieft, schatje.